Hoofdpijn komt vaak voor, maar meestal is er geen ernstige oorzaak te achterhalen. Voor iedereen kan hoofdpijn weer anders zijn en je kunt grofweg 4 soorten hoofdpijn onderscheiden. Migraine, spanningshoofdpijn, hoofdpijn bij griep en hoofdpijn door het te veel gebruik van pijnstillers. De meest voorkomende hoofdpijn is spanningshoofdpijn. Dit geeft meestal een gevoel alsof er een strakke band drukkend of knellend om het hoofd zit. Licht of geluid kunnen de pijn wel verergeren. Migraine is een matige of heftig bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd, en treedt op in aanvallen. De hoofdpijn wordt erger bij inspanning en tijdens een aanval kun je licht en geluid minder goed verdragen. Sommige mensen merken dat er een migraineaanval aankomt, doordat ze schitteringen of flitsen zien. Bij hoofdpijn, die ontstaat door griep of een andere virusinfectie, komen ook klachten van spierpijn, koorts en een ziek gevoel voor. Je kan er ook hoofdpijn krijgen doordat je geregeld pijnstillers neemt. Dit kan al ontstaan als je al vaker dan 15 keer per maand paracetamol slikt. Spanningshoofdpijn wordt meestal veroorzaakt door zorgen, stress of een verkeerde houding. Door op je houding te letten en te praten over de zorgen of problemen die je hebt, kun je de hoofdpijnklachten proberen te verminderen. Mensen die migraineklachten hebben, merken dat er bepaalde factoren zijn die de migraine kunnen opwekken. Door deze uitlokkende factoren te vermijden, kunnen ze soms een migraineaanval proberen te voorkomen. Natuurlijk moet je ook zorgen dat je voldoende drinkt, voldoende slaapt en niet te veel koffie drinkt. Maar als je hoofdpijn hebt, mag je rustig een paracetamol nemen. Maar let op, gebruik er niet te veel, want paracetamol kan ook weer hoofdpijnklachten geven. Mocht je ondanks deze tips en trucs toch te veel hoofdpijnklachten houden, ga dan naar je huisarts toe en overleg met hem of haar hoe het verder moet.